proficiat, een kleine troostprijs. Hoe hard komt deze nederlaag bij jullie aan? Bij ons, iedereen is, denk ik, wat hoger na de 0-3 nederlaag thuis vandaag. Het is een spijtige zaak. Als je vorige week de 3 punten pakt op Lierse, had je vandaag minimum op een punt gehoopt. Maar al bij alles, als je de gekwetsten ziet en de geschorsten, mogen we spreken van een beetje ongeluk ook. Maar Sint-Truiden was vandaag beter of ons, dat moeten we toegeven. En ik hoop dat we volgende week terug punten zullen pakken op Ronse. Wat betekent de komst van Sankaré voor de verdediging? Sankaré is secuur, is een harde taille verdediger, groot, je verliest weinig duels. Maar het is een beest, dat zie je. En, het ene is, denk ik, op 4 wedstrijden pakt hij toch al 3 kaarten. Het is een brave jongen, een eerlijke jongen, die voelt hem goed in de groep. Iedereen is geaccepteerd door iedereen en het is op de toekomst een heel goede verdediger. En hoe zie je de match tegen Ronse tegemoet? Ronse is over van derde klas. En als je de resultaten bekijkt van Ronse, denk ik dat zij heel goed staan. En ik denk dat zij volgende week hun veld duur zullen verkopen tegen ons. En het is zondagmiddag. Het is iets anders. Zoals wij zeggen, de zondag is altijd moeilijk voor KVO, zoals vorig jaar. Is dat er? Het is toch veranderd dan. Excuseer dan. Dan gaan we misschien de 3 punten pakken op Ronse. En wat betekent de trainer voor de ploeg? De trainer is, ik zal zeggen, een psycholoog voor ons. Hij pakt iedereen apart aan. Iedereen is, bekijkt die verschillend en het is normaal. En het lukt momenteel. Iedereen aanvaardt de trainer. Iedereen luistert naar de trainer. Het is een beetje een vader voor iedereen. Als je kijkt dat... Als je ziet dat er toch veel buitenlanders zijn en die Fransen, die moeten die vrijheid krijgen. En dat ziet je. Je ziet het toch op het veld. Je krijgt supporters terug achter u. Zelfs na de 0-3 nederlaag krijgt je de supporters achter u. En die bedank ik ook deze avond. En ik hoop in de toekomst. En ik denk wel dat het beter zal zijn dan deze avond. En ik denk dat de groep er klaar voor is. Oké, dank u wel.